De tweede dag van de samenloop voor hoop. En iedereen wordt volgens mij weer wakker. Hoe is de nacht verlopen, Jenny? Nou, ze worden niet allemaal wakker, want ze hebben er ook een heleboel niet geslapen. Het is allemaal prima. Heel goed verlopen. Ja hoor, we hebben tot ruim twee uur doorgefeest, zeg maar. Toen is iedereen langzaamaan zijn tentje op gaan zoeken. Behalve de lopers natuurlijk, die zijn gewoon door blijven lopen. En toen hebben we eventjes ook de een met elkaar in een tent gezeten. En toen gingen we weer heel snel aan de gang om de ontbijtjes klaar te maken en dergelijke. Dus veel rustmomentjes zijn er nog niet geweest. Maar daar zijn we ook niet voor hier, hè? Nee, dat klopt. Want het draait ook de tweede dag nog steeds om dat doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. Hoeveel lopers zijn er vannacht actief geweest? Nou, ik denk dat er door ieder moment toch altijd wel weer tussen de 50 en 100 mensen in de baan gelopen hebben. Er is minimaal toch wel met zo'n grote groep toch steeds doorgelopen. En ook steeds afwisselend. Hier en daar zag je mensen slapen in de tent, maar er waren er ook zeker nog een aantal. Die zaten lekker gezellig bij elkaar en die waren zeker nog wakker. En zojuist is ook de fietsgroep weer vertrokken, dus ook die zijn weer volop in de running. Dus we zijn echt wel zeker al aan het wakker worden met z'n allen. Ja, inmiddels begint het alweer lekker licht te worden. De schemering hebben we achter ons gelaten. Een warme dag vandaag, maar die zal ongetwijfeld ook weer succesvol verlopen. Zeker, vannacht was het zo fris dat we dachten van waar blijft die zon? Maar ongetwijfeld zal dat niet zo heel lang meer duren als ik zo kijk.